Hallo, Deskansol hier, mijn naam is Casper. En welkom terug bij Eurotruck. En voor de mensen die nog even wilden zien hoe goed ik mijn vrachtje had geparkeerd, hier het resultaat. Geweldig. En door. Goed, we zijn dus nu in Vastras, ofwel Dakterras. Dan ga ik eens naar mijn garage toe. Dan ga ik even slopen. En dan gaan wij door. Het is verderom nadat... ik zit nou in een mooi hoekje waar vrij veel steden zijn. Steden! Dus ik ga mooi even de boer even bakken. Ook even kijken voordat ik ga slapen of er... het volgende vrachtje is... nu al naar een van de steden toe. Ik ga even door rood hoor, vind je niet erg, hè? Waar is dat? Oh, hier zit die. Oh, de rode garage. Dat is wel praktisch. Ja. Dan ga ik even kijken. Ik zit nu op rustmoment 4 uur of 4 minuten. Dus dan zouden wij nog een vrachtje van 2 uur of 3 uur kunnen rijden. Misschien tot 4 uur. Even kijken hoor. Upgraden eventjes. Oh ja. Zo. Gaan we hem terug. Dan gaan we even kijken. Of dat toevallig nog een vrachtje is. Kijk, dat zou dan of naar Uppsala moeten zijn, of naar Örebro, of naar Kabelskar. Daar kan ik heen, daar ben ik al geweest. Oh, daar moet ik trouwens nog heen, zie ik. Jönköping, Oslo, Karlskrona. Nee, weer naar Gdansk. We moeten iedere keer bij naar Gdansk, joh. Nou, niet dus. Gaan we terug. Ga even slapen. E. Zo, even matten. Oh, zo, klaar. En weer bakken. Gaan we kijken of het nou een vrachtje is. Dan gaan we een keer in donker rijden. Ook wel een keer leuk. Daar zo. Ik kan nu naar Vasjo. Is te ver. Jönköping, Jönköping, Uppsala. Mooi. Ik had nog een schade aan mijn truck volgens mij. Die ga ik even fixen. Ook nog lekker even kijken of we nog nieuwe updates hebben op mijn truck. Had ik nou beloofd. In het vorige videootje. Zo. Ga ik even mijn auto even schade vrijmaken. Dat heb ik niet. Ga ik even kijken of er dus inderdaad nog nieuwe updates zijn aan mijn truck. Jee. Kijken hoor. Nou, meestal zijn het de kleine updatejes. Nee, die lakken houden we ook gewoon lekker zo. Ja, hier heb ik nog wel volgens mij, ja, spiegels zijn hetzelfde. Ze hebben nog hetzelfde volgens mij, ja, nog hetzelfde. Ja, meestal is het iets heel kleins meestal. Misschien een boutje, ja, zie je wat dit bedoeld is. Hier waarschijnlijk nog die. Ik geloof het wel. Ik geloof het wel. Het zijn wel kleine updatejes. Pas bij level 11 krijg ik pas mijn mega update. Krijg ik ook een nieuwe truck trouwens. Ja. Lekker bochtje. Goed, we gaan het dakterras verlaten. We gaan nu dus naar Uppsala. Links afslaan. Doen we lekker in het donker rijden. Pak je licht bij rijden. Schijn lichtje op mij. Je bent op plaats van bestemming. Mooi. Fijn dat je dat vertelt aan mij. Upsala. Neem mond erachteraan. Ga naar de gemarkeerde route. Waar? Daar zo. Oh, oké, ik ben achtervoor rijden. Beetje hobbelige weg hier. Raampje open. Even parkeren. Zo. Gemarkeerde route. Oh ja? En dicht het ding. En dan gaan we weer. Hoppakee.
Nogmaals, derde video die opnemen met Nvidia. Dus niet met XSplit. En als het mij bevalt, dan ga ik hiermee door. Alleen mijn logotje zit nu dus nu niet in mijn staat dus nu niet in mijn beeld. Mijn deskcam zonder logotjes. Ja. Ik heb natuurlijk nu hele mooie intro's. Sorry. Ah, ik doe mijn best, hè, kom. Zo, trekbezem. Net. Niet. Ja, je wacht maar even. Het zal. Aardige chauffeur, hè. Gewoon even wachten. Ligt nou mij of is het beeld nog donkerder geworden? Nogmaals, net een nieuwe update gehad van mijn Nvidia-kaart, dus moet ik even checken. En nogmaals, ik weet nog zeker nog steeds niet of mijn of hier nou een max aantal minuten op het opnemen zit bij Nvidia. Ik dacht het nog wel steeds namelijk. Houd rechts aan. En waarom? Neem dan de afslag rechts. Oké. Okay. Ja, ik het is dooraan. Heb ik neem de afslag. Oh, afgesloten. Rechts. Niks ervan. Gewoon doorrijden. Ik hoop niet dat hij hier staat. Nee, hop. Links afslaan. Zo. Pas op, coming through. Coming through. Oh, die ligt daar op zijn dekkie. Ik kan mooi goed licht gebruiken zo. Oh, drie kwartier zijn er alweer. Korte, dit zijn ook eens lekkere kortere ritjes. Vind ik wel even fijn trouwens hoor. Nogmaals, als Nvidia maat het maximaal 10 minuutjes opneemt. Dat is op zich ook niet zo'n probleem, want dan moet ik even knippen en plakken. Ik moet even editen het videootje. Zo, even lekker scheuren zo. Er is toch niks op de weg zo. Lekker rustig. Remmen nou, want deze bocht is een beetje krapjes. Tankstation, ik hoef niet te tanken. Nee, mooi. Ik ga doorrijden zo. En we komen al aan in Uppsala, zie ik. Uppsala. Verderop rechtsaf. Oh, nou dan gaan we vracht. Rechts afslaan. Gewoon lekker ruim bocht zo. Huppakee. Zo, lekker ruim. Niks mis mee. Upsala. Hoppa. Op de rotonde neem de tweede afslag. Oh, tweede afslag. Sorry. Neem nu de afslag. Houd rechts aan en neem straks de afslag naar rechts. Jo. Ik vind wel dat je een beetje houterig praat. Eerlijk gezegd. Verderop rechtsaf. We gaan rechtsaf, ja. Is goed. Kom langs mijn garagebox. Rechts afslaan en neem straks de afslag naar rechts. Doen we dat. Oh, het is hier over mijn garagebox. Dat is wel mooi trouwens. Je bent op de plaats van bestemming. Waar moet ik neerzetten? Oh. Oh dear. It's all personal to me.
Een videoclipje. Oké. Dit gaat zo niet lukken, denk ik. Dat kan ik je nu alvast op een presenteerblaadje geven. Kijk hoor. Het is ook zo donker. Ik zie geen biet. Ik denk dat we beter maar eventjes terug kunnen gaan. Dan ga ik hem eventjes anders in parkeren. Ik kan beter via deze kant waar ik nu uitrijd naar binnen rijden. Maar kan ik wel bij mijn garagebox zelf draaien. Zo. Kan ik lekker even kopen. Oh. Ja, die wil ik kopen. Kijk hoe we dit professioneel even gaan aanpakken. Let op. Watch and learn. Oh. Een keertje via de buitenkant. Dat is een keer wel leuker, hè? Zo. Oh. Oké. Mijn studie reageert gigantisch fel, maar dat is al jaren zo, zullen we zeggen, .nl. Oh, mensen. Ik zie weer niks. Ik zie geen biet in een keer. Waarom is in een keer mijn beeld zo donker geworden in een keer? Moet kijken. Dit ben ik niet gewend, dit zo. Ik zie niks. Ik zie stoepje. Even terug. Maar de gebrom is trouwens, wat je hoort is trouwens mijn stuur hoor. Niet dat je denkt van ik ben zelf zo'n brommen. Nou, ik kan af en toe wel brommen hoor, maar... Het kan zijn dat hij wat moeilijker stuurt omdat ik wat scherp aan mijn trailer. Nou, ik tik trouwens, dat is mijn versnellingspook. Last trouwens, hoor, als je hem zo over de buitenkant doet trouwens. Is niet handig dit. Zullen we het zo pakken, denk je? Natuurlijk niet. Nee, dit is lekker ingeparkeerd dit, Kasper. Wat een leuk, hè? Nou, ik vind het zo mooi. Ik vind het prachtig zo. Laat maar, huppakee, dingen afkoppelen en klaar is Kees. Goed zo. Dat duurt veel te lang. Ik lekker even mijn garagebox even gereden. Dan kunnen we lekker weer op zoek gaan naar een... Ja, zei ik toch. Goed, het is donker, maar het is niet anders. Dit was het weer. Bedankt voor het kijken, naar een blauw duimpje achter. Like en share, dat vind ik leuk. En we zien elkaar weer bij de volgende episode van
Eurotruck. De route. Stay safe. Play safe. De mazzel. Dag. Out!